Welkom in sessie 36 van het OLOT Pot 1, waar wij het laatste van een setje van 4 zoekalgoritmes bespreken, zoals die ook terug te vinden zijn in de lesnota's. Nu zijn we dus met het laatste van die 4 bezig. Het is nog altijd de binaire, het binaire zoekalgoritme, maar nu is het de recursieve versie ervan. Dus met andere woorden, het algoritme is nu zodanig aangepast dat eigenlijk het oproepen van uw zoekfunctionaliteit, dat dat dus recursief gebeurt. Wat kunnen we erover zeggen? Wel, zoals het in de lesnota staat, want ik ga er ook niet te veel tijd aan proberen te besteden, kun je dat ook uiteraard allemaal nog nalezen en zelf ook een keer uittesten. Wel, zoals in de lesnota staat, oké, het principe is goed en het algoritme werkt daar niet van, maar het is hier ook weer op dezelfde manier als in de vorige sessie. Men gaat weer dofjes blijven verder binair zoeken, hè, zo moet ik het zeggen. Tot zolang er uiteindelijk dus geen verdeling meer mogelijk is en je uiteindelijk op één waarde bent uitgekomen waar je nog moet naar gaan zoeken. En dat is toch wel wat efficiëntieverlies. Als je mij niet gelooft, test het een keer uit. Maar dus ik ga toch voor het verbeterde algoritme gaan kijken. Dit is dan ook weer echte Java-code. Maar daar wordt er dus uiteindelijk op 3 manieren eigenlijk gewerkt. Die zoeken het recursieve algoritme. Ik hoop dat je dat ziet. Hoe ziet je dat? Wel, je ziet dat aan dus de aanhef van je methode, die dan in het lichaam van de methode gaat moeten terugkomen. Ja, dat is bij de pseudocode in de lesnota ook het geval. Maar nogmaals, daar houdt men slechts rekening met 2 mogelijkheden. Men gaat blijven verder dus de range of het gebied verkleinen waarbinnen men gaat zoeken. En hier, als men de waarde effectief gevonden heeft, stopt men en gaat men in zijn stopcriterium bereikt en gaat men meteen uit de lus. Of uit het algoritme, want het is wel een lus, maar dus uit de recursieve lus, ik moet het zo eigenlijk zeggen. Je ziet hier ook dat men gebruik maakt van het feit dat men dus kan waarde retourneren binnenin de methode en niet altijd op het einde, hè, dus moet wachten. Ja, dat zijn modaliteiten natuurlijk, maar dat maakt het wel handiger om te programmeren. Laten we dat algoritme aan de hand van die array een keer testen, hè, want dus wat gebeurt er hier wel een beetje hetzelfde als in het derde geval, maar nu dus op een recursieve manier. Laten we daarom, ik ga er wel afkorten, binary search recursive iterative, van dus onze array out. En ja, anders moet jij het zeggen hoor, dus van 0 tot en met 16. Welke waarde wilt je dat we zoeken? Eentje erin staat of niet? Ja, nu zou ik het natuurlijk weer willen horen. Wel, ik weet het ook niet. De vorige keer stond ze erin, hadden we zeer snel gevonden. Hè. Allee, willen we eens een eentje pakken die er niet in staat? Bijvoorbeeld, 33. Ja, 33 staat er niet. Laten we dat een keer doen. Allee, daar gaan we dan. Hè. Dus, is links kleiner dan rechts? Ja, ik ga wel natuurlijk zo wat er los erbij schrijven. Ik ga wel proberen een beetje proper te maken, dat ik dat allemaal kan gebruiken. Zo. Ja, maar dat is dus 0 kleiner dan 16. Dus ik zal misschien hier proberen toch wat hulplijntjes die mij misschien kunnen helpen. Ik weet het niet, ik ben zo met de layout nu zo op dit moment aan het maken. En dan hier zo wat hulplijntjes. Zo, ja. Ik hoop dat dat gaat helpen, ik weet het niet, we zullen het zien. Dus 0 kleiner dan 16 is waar. Mid wordt dan links, dat is 0 plus 16 is 8, hè? 8. En dan wordt er gekeken, is 8, de waarde 8 gelijk aan die zoekwaarde? Nee. Dan wordt er gekeken, is de zoekwaarde kleiner dan mid? Is de zoekwaarde, die is 33, is de zoekwaarde kleiner dan mid? Nee, dat is niet het geval. Dus dat betekent dat die dan groter moet zijn dan licht en dus wordt uitgevoerd. Hè, want we gaan dus uit die enkelvoudige selectie, binary search, recursive iterative, van dus een array van mid plus 1. Dus nu komt er als links binnen. Ik ga het misschien niet schrijven, links is hier nu, ik zal die schrijven, 9. Hè, want 8 plus 1 en rechts is nog altijd rechts, dus nog altijd 16. De zoekwaarde is nog altijd hetzelfde gebleven, we gaan er terug in. Is links kleiner dan of gelijk aan rechts? Ja, dat is het geval. Is een mid wordt dan nu 9 plus 16, dat is 25, is 24, allee, dus hier, 7 is 3 plus 9 is 12. Hè. Ik hoop dat je dat ziet, anders check het uit. Dus is mid, hè, dus het element met de index 12 gelijk aan de zoekwaarde, index 12 is 52, nee. Is de zoekwaarde kleiner dan mid, dus 12 bij 12 zijn 52, ja, ja.
Dus moeten we een binary search doen van nu van links te beginnen. En links, wat was dat? Dat was die 9. Hè? Dus we gaan hier nu naar boven. Dus van links, dat blijft 9. Tot dan links, het is in deze hier, tot mid min 1. En mid min 1, mid was 12, dus dat is 11. Voilà. Dus we gaan hier terug in. Links, klein naar rechts, ja. Mid moet nu worden. Rechts min links is 9, dus 2 is 1. Bij die, dus is 10. Ik hoop dat je dat ziet, hè. Check it out, je kunt dat ook wel. Hè. 10 is dan payout mid. Dus dat is van de 10 gelijk aan de zoekwaarde. Nee, want de zoekwaarde is 33. Nee. Is dan de zoekwaarde kleiner dan payout mid? Dat is 41. Ja, ja, dat is kleiner, hè, want 33 is kleiner dan 41. Dus moeten we terug met links. Links, let nu goed op, wat is links bij ons? Wel, links is nu nog altijd 9. Dus ik kan hier nog juist onderschrijven, denk ik. 9. En dan mid min 1. Nu mid min 1 is 10 min 1 is 9 ook. Dus voilà, 9 en 9. Dus ik ga hier terug binnen in mijn recursief algoritme met links kleiner of gelijk aan 9. Ja, we zijn allebei 9. Dan moet mid links, dus dat is hier met andere woorden 0 eraf. Dus mid is nu ook 9. Is mid de zoekwaarde? Nee, nee, want dat is 33, dat is er niet. Is de zoekwaarde kleiner dan mid? Nee, die is niet kleiner. Hè. Dus gaan we naar deze hier. Hè. Dus dat is dan mid plus 1. Mid zijn de 9. Dus pas op. Hè. Dus dat wordt hier nu. Ik ga het hier moeten. Hè, dus, maar dat is 10 als ondergrens. En rechts. En 10 en rechts. Dat is dan 10 en rechts. Rechts is op dit ogenblik. Pas op. Hè. Rechts was hier binnengekomen. Dat is dus 9. Hè. Pas op. Dat is deze rechts. Hè. Dit is de rechts. Hè. Ja, dit is de rechts. Dus dat is 10 en 9. Dus we gaan hier terug binnen met waren 10 en 9. Links 10 zijn rechts 9. Is links kleiner of gelijk aan rechts? Nee, nee. Dat is niet kleiner dan. Dus we gaan naar hier en we retourneren min 1. Inderdaad, min 1 wil zeggen, het zit er niet in. Akkoord? Ja, we kijken anders nog eens. Hè, want goed, we gaan dat hier moeten toch stilletjes aan gaan afronden. En dus... Wat is dat afronden? Wel, natuurlijk, dat is allemaal wel leuk, die algoritmes. Of niet leuk, ik weet het niet. Maar we moeten toch ook nog wat doen? Wel, we moeten nog de analyse van algoritmen. De analyse van het algoritme. Ja, de analyse van het algoritme. Nu, wat is dat voor een algoritme? Allemaal samen, inderdaad, een recursief algoritme. Dus wat verwachten wij, of wat moeten we eigenlijk van vertrekken? Zeer goed, van de open betrekking, ja. Is niks aan te doen. Dus de open betrekking die uit twee delen bestaat. Je hebt dus een triviaal gedeelte, een triviaal, een banaal gedeelte, een eenvoudig gedeelte. Ja, triviaal. En dan hebben we een recurrent gedeelte, ja. Wel, in dit geval kan hier nu geen plaats. Dus kunnen we zeggen dat dus het triviale gedeelte, dus dat is dan typisch bij een array met lengte 1, ja, oké, okay, die zal een vaste kost hebben, dat kunnen wij zien. Hè. Dus die zal hier een keer doorgaan en dan zal dat hier gedaan zijn. Dus bij een array van lengte 1, bij een array van lengte 1, ja, kunnen we zeggen dat die kost een vaste kost is. Hè. Dus, oei, lengte 1, dat die een vaste kost is, ja. Dus, en die vaste kost bij ontstendenis van informatie mogen we die zelfs 1 zetten, ja. En dan ons recurrent gedeelte, wat kunnen we daarvan zeggen? Wel, we kunnen zeggen dat wat... Wel dat steeds die array in twee gesplitst wordt. Ja, dat kunnen we toch wel zeggen. Dus dat eigenlijk bij onze open betrekking, wij kunnen zeggen dat wij dus een kost hebben van de helft van eigenlijk het oorspronkelijke, plus dan nog een kost die eraan vastzit. Ja. Dus met andere woorden, met nog een kost die eraan vastzit, theta 1. En dat is voor i 1 en groter dan of n zijn. En die vaste kost, ook die kunnen we dan zeggen, oké, bij ons tijdenis van informatie, kijk, voilà. En dit hier is dus, als je dat al kunt opzetten voor zo'n algoritme, is al heel goed, hè. Dus als je dat al hebt, ja, dat is toch al niet slecht, hè. Maar natuurlijk, wij willen meer, hè. We willen dus die, zeg het, die gesloten betrekking. En hoe pakken we dat hier aan? Wel, ook hier weer zal een techniek die toch wel kan gebruikt worden zijn, de iteratiemethode, ja. De iteratiemethode, laten we die toepassen. Ja, de iteratiemethode. Dus dat betekent dat ik hier nu dit ga uitwerken. Hè. Dus dit hier zal nu worden. Hè. Daar gaan we weer. Ik heb het al een paar keer gedaan. Dat is de vorige sessie. Dus ik ga er toch iets sneller doorgaan. Ik moet nu in deze vergelijking. Welke vergelijking bedoelt je? Allee, ik zal ze voor u speciaal een referentie geven. Bijvoorbeeld de referentie. Ik weet zoveel niet meer. Ja, de referentie. Ja, waarom niet? 1. Hè. Dus in 1.
in 1, dus vervangen, hè, vervangen van n door n min 2, n gedeeld door 2, ja. Dus als we dat hier gaan vervangen, ja, wat krijgen we dan? Wel, dan krijgen we nog natuurlijk werken met breukjes, dat is voor sommigen wel een probleem. Daar gaan we weer, dus die n wordt nu n gedeeld door 2, ja, n gedeeld door 2 plus 1, ja. Dus is gelijk aan n gedeeld door 4 plus 1. Maar dat moet dan terug in die oorspronkelijke. Dus dit hier, wat er hier nu staat, ik hoop dat je het ziet, moet terug in die oorspronkelijke gezet worden. Dus dat moet terug hierin, dat is die tn min 2. Dus wat gaan we dan schrijven? Dus 1, ja, ik zal dat hier vergelijking 2 noemen. Hè? Dus 1 herschreven met 2, hè? Dus met 2 erin. Hè? Wat krijgen we dan? Dus dat tn gelijk is aan, oei, tn gelijk is aan, dus dat vervangen we nu, pas op, hè? Tn gedeeld door 4 plus 1 plus 1. En zo verder. Hè. Ik ga mijn pancarte nu wel wat naar beneden moeten trekken. Hè. Voilà. Dus ik ga nu verder. Dus nu gaan we dat hier. Hè, dus itereren. Dus we doen verder. Itereren wil zeggen herhalen. Altijd maar herhalen. Herhalen, herhalen. Dus tn gedeeld door 4. Opnieuw gaan we dat dus vervangen in deze vergelijking. Dus nu n natuurlijk vervangen door n gedeeld door 4. Dus dan krijgen we weer tn gedeeld door 4 gedeeld door 2. Plus 1 is gelijk aan t. En dat moet nu ook weer vervangen worden. Dus die tn gedeeld door 4, ja, die dus daaraan gelijk is, dat moet nu vervangen worden hierin. Ja. Dus dan krijgen we hier terug, dat gaat hier nog achter, denk ik, hè. Tn gedeeld door 8 plus 1 plus 1 plus 1. Of er staat dus nog, hè. Pas op, hè. Ik ben nu dus... Dat staat hier los van, hè? Dus pas op, hè? Dat staat hier los van, los, dus dat gaat over dit hier, hè? Dat dit gaat, ja, dus staat hier tn gedeeld door 8 plus 3, allee, wie ziet het al een beetje? Niemand, die staat eigenlijk 2 tot de derde plus 3, hè? Akkoord? Dus jij kunt toch al vermoeden, als ik dat nog een keer ga doen, wat gaat er dan staan, denk je? Tn, jawel, probeer het desnoods, hè, tot de vierde, plus 4, is gelijk aan tn gedeeld door 2 tot de vijfde, plus 5, en zo verder, hè, tot wij uiteindelijk gaan uitkomen bij, hè, meer algemeen kun je zeggen, tn gedeeld door 2 tot de i'de, plus i, ja, akkoord. Maar dat kan maar blijven duren, je moet bedenken dat dit is nog altijd een grote is, hè? Dus dat is met andere woorden nog altijd eigenlijk een grote. Dus met andere woorden, dat is nog altijd een element van n, hè? Zoals van n0. Dus wij vragen ons nu af, ja, uiteindelijk de kleinste waarde die ik hier kan invullen, is die 1, hè? Dat is de kleinste waarde. Dus dat is de kleinste waarde die ik daar kan invullen. Dus dan vraag ik mij af, dan was dit de bedoeling. Dan vraag ik mij eigenlijk af, bij welke i kan ik dat? Hè? Bij welke i? Dus met andere woorden, dus wanneer zal dat welke? Dus, hè, dus uiteindelijk kan ik dat blijven verder doen, dat itereren, tot ik uiteindelijk ga uitkomen bij een t1 plus dan ja, die i. Maar dan is de vraag, wat is die i? En dus met andere woorden, hoe raak ik van die uitdrukking naar 1? Pas op, dat is 1. Hè? Dus ik vraag mij af, dus... Hè, dus wanneer dat aan elkaar gelijk is. Te weten dat je dat kende, dat is de lengte van uw array. Hè? Dat is de lengte van uw array onder test, dus dat kende. Dus met andere woorden, je moet dat oplossen naar i. Wel, je weet om te beginnen al, we hebben het er vorige keer ook al gedaan, dat uw noemer verschillend is van 0, dus er staat nog n gelijk aan. Kom aan, zeg, dat hebben we nu al een paar keer gedaan. Hè? Dus wat gaan we doen? Jij weet het ondertussen al, we gaan inderdaad beide leden logaritmeren en we krijgen dus dat hier. Ja, voor de zoveelste keer, denk ik al. En met andere woorden, als ik dan verder doe, dan kan ik dus twee leden van plaats verliezen. Maar ik zal niet... Allee, twee leden van plaats verliezen zal ik zelfs doen. Maar dus wij kunnen om te beginnen eigenschappen van logaritme. De logaritme van een getal tot een macht is die macht maal de logaritme van dat getal, ja. En tot welke macht moet ik 2 verheffen om 2 te bekomen? Dat zou jij nu toch al ondertussen mogen weten. Dat is 1, ja, dat is 1. Dus met andere woorden, beide leden van plaats verwisselen... i is gelijk aan log n, ja, ik schrijf het echt rond als zelfs niet meer. Dus dat betekent,
dat onze oorspronkelijke TN, als we het dan herschrijven, hè, dus herschrijven, ik mag je nu wel niet te ver weg doen, herschrijven, herschrijven, wat levert ons dat? Wel, dat levert ons dat dus TN gelijk is aan T1, maar T1, wat was T1? Wel, T1 was 1, ja, dat staat hier, T1 was 1. Dus die kunnen we daar gaan invullen. En dan doen we dat ook. Ja, dan krijgen we dus dat dat is 1 plus i. En i hebben we dus ook log n, ja. Dus, met andere woorden, dan kunnen we eruit besluiten dat de orde van toename voor het recursief iteratief binair zoeken in een gesorteerde array, dat dat ook de orde van toename heeft van log n. Dus ook sublineair, ja. Akkoord. En dus hiermee hebben wij dus de meest courante sorteren zoekalgoritmes aangepakt en ook de analyse ervan gedaan. Misschien als laatste, wat ik nog als laatste had ik hier nog staan, kijk, en voor degenen die het nog eens willen zien, dit komt ook weer van een of andere website, en je ziet dus duidelijk, ja, ik weet niet eens of dat volledig in verhouding is getekend, want die exponentiële, dat is een exponentiële, hè, die gaat echt wel loeihard. Die anderen zijn er amper mee te vergelijken. Dit is dan een polynomiaal, een kubische. Dit is een kwadratische. Hè, dus een stukje parabool dat je hier zou moeten zien staan. Dit is dan quasi-lineair, hè, quasi of bijna lineair. Ja, quasi-lineair. En dit is dan zogenaamd sublineair, ja. Sublineair. En dat is wat we nu hebben, hè, terwijl dit dan eigenlijk lineair wordt genoemd, ja. Hier ziet je nog eens allemaal staan. En wij hebben nu tot hiertoe in alle sessies samen, denk ik van allemaal, tenzij misschien van dit in de oefening alleen maar, hebben wij dus torus van Hanoi, Fibonacci recursief, insertion sort, dus insertion sort, selection sort, merge sort, quick sort, zonder het slechtste geval, hier quick sort slechtste geval, lineair, ja dat zijn dan typisch ja, faculteitsberekening onder andere, en dan ook lineair zoeken, ja, en dan hier dus natuurlijk, pas op, je hebt dan wel een sortering aan je broek, maar dus binair zoeken in een gesorteerde array zal dan hier resorteren. Hè.